wachten, dames en heren. Daar ben ik weer. 10 februari 2020. Het is inmiddels al meer dan een jaar rustig in ons koude kikkerlandje. De gevolgen van de eerste prankoorlog zijn nog overal in het straatbeeld te vinden. Maar het volk is wedergekeerd naar de waan van de dag. Er is echter één kamp dat weigert de vrede te bewaren. Hele mooie dag. Dit is natuurlijk een GPS-trek, jongen. Wel zo handig. Die ga ik er even onder pakken, want dan weet ik in ieder geval waar die jongens zijn. Succes. Kennen we dit contract nog, hè? Vorig jaar prankoorlog ondertekend door Giel de Winter, Thomas van der Vlucht, Steven Jurriëns. Maar wie heeft hem verscheurd? Giel de Winter. En voilà, jongens, het is gewoon weer tijd voor een nieuwe prankoorlog. Dat is wel weer duidelijk. Vorig jaar hebben we zoveel ellende veroorzaakt bij onze familieleden, bij de buren. Steven had zelfs geen woning meer, want hij was eruit gekikt. Om iedereen nou gelijke kansen te geven met deze oorlog. Een huisje voor Tootje in Nederland, een huisje voor Stefan en natuurlijk mijn eigen huisje. Hier. Zo. Contract is helemaal niks waard. En als het aan mij ligt, Nederland, maak je maar op voor de heftigste pranks, want ik heb er zin in. En noem hem maar gerust Koning Giel. Het is gedaan met tevreden. Giel, Thomas en Stefan hebben elkaar weer de oorlog verklaard. Ik realiseer me dat u een grote zorg hebt. Deze situatie komt snoeihard aan. De regering roept de noodtoestand uit. Sluit ramen en deuren. Team Giel, Team Thomas en Team Stefan. Stukje bij beetje veroveren zij het land met uiteenlopende grappen en rollen. Want jij nijdt zelfs je beste maat. Oh, hij is open. Oh, wat ruikt het toch. Tering, goor. Ik heb dit terrein veroverd. Kom maar, ja. Kom. Dit is het niet. Dit is het huisje. Wie zal er overwinnen in de prankoorlog? Nu is het natuurlijk afwachten dat de jongens dit gaan zien. En dan kunnen we echt beginnen. Thomas en Stefan zijn zojuist klaar met hun werkzaamheden op kantoor en lopen nietsvermoedend de parkeergarage binnen. Maar de jongens zijn niet op een achterhoofd gevallen en spotten al snel hun kameraad Giel. Ah, kut. Even gezien. Hé, kijk dan. Een cadeautje. Is dit? Wat is dit dan? De prankoorlog is begonnen, vallen! Oh jongens, we gaan weer beginnen. Lekker grapjes uit te halen, lekker. Dit is mijn nieuwe auto. Ik heb hier geen zin in. Ik had gewoon kunnen zeggen. Doe nou voorzichtig. En als jullie thuis verstandig zijn, dan moet je maar Team Giel kiezen. Eén krasje op zit, dan ga ik jullie echt zo hard terugpakken. We gaan voor eens en altijd deze oorlog beslissen. Giel heeft zijn tegenstanders voorzien van de nodige videoapparatuur. En ieder team beschikt over zijn eigen uitvalsbasis. Ik zit op een boerderij. Team Thomas heeft als schuiladres een boerderij in het plaatsje Achterveld, vlakbij Leusden. Team Stefan heeft zijn kamp opgeslagen in Zegveld, een dorpje nabij Woerden. En de troepen van Team Giel zijn gelegerd in een idyllisch huisje in Culemborg. Vanuit drie verschillende windstreken staan onze vijanden lijnrecht tegenover elkaar. Giel heeft de eerste klap uitgedeeld op het kantoor van Stuk TV. Alle kampen beraden zich direct op vervolgstappen. Mijn tactiek wordt gewoon zo min mogelijk geprankt worden. We kunnen toch ook Giel gewoon even... Bedenk gewoon een goed plan om Giel te maken. Ja, is goed. Zijn wij bondgenoten dan? Ja, ik vind, voor nu vind ik het goed. Ja? Ja, let's go. Gaan we twee Giel kapot maken? Is goed. Lekker. Ja, top. Dat betekent dat de prankoorlog gewoon echt begonnen is nu. Yes! Lekker! Woe! Ik heb nu een bondje met touw. Ik ben benieuwd hoe lang dat goed blijft gaan. Wat een ellende. Ik ben naar huis gereden, ik ben alleen maar opgefokt. Ik ben echt opgefokt, ik ben niet te genieten. Ja, ik ben dus gelijk aan het nadenken wat ik wil gaan doen. En ja, wat ik vorig jaar super tof vond, was natuurlijk de diss-track van Toe. Zo geen zin in deze serie. Want ik weet gewoon, dat wordt weer pure ellende. Nee, ik ga mijn spullen pakken, want we gaan natuurlijk verhuizen naar dat huisje. Giel is nu de avond begonnen, snap je? Dus het is meer dan logisch dat ik hem meteen ga pakken. Ik ga dat gewoon doen. Weet je, jongens, ik wil namelijk laten zien wie nou het beste is in deze prankoorlog. En dat moet voor eens en altijd duidelijk gemaakt worden. Dus ik heb er iets op bedacht. Giel doet zeer mysterieus over zijn plannen. Zijn kameraad Stefan laat er echter geen gas over groeien. En neemt direct telefonisch contact op met een bevriende componist. Hey, luister. Hey, wat doe je vandaag? Ik heb het hartstikke rustig. Je hebt het hartstikke rustig?
Ja, ik ben vorig jaar natuurlijk geweest bij jou voor die diss track. En ik denk dat ik daar gewoon weer mee wil beginnen. Alleen dan niet voor Thomas, dit keer voor Giel. Top, ik zet even wat klaar. Dan gaan we kunnen beginnen, man. Top, let's go! Stefan gaat dus aan de slag met een muzikale ode aan zijn goede vriend Giel. En ook team Thomas is druk bezig om een eerste aanval op te zetten. Zo druk shit aan het regelen, dat ik bijna vergeet te filmen. Ik heb een prank! Woo! Ik heb een hele mooie dame geregeld en die ga ik naar Stefan toesturen. En deze dame is Fabiola. Misschien heeft Fabiola iets meer introductie nodig, voor mij heeft ze meegedaan aan Temptation. Klopt, Thomas. Fabiola Volkers was een van de verleidsters in het avondvullende entertainmentprogramma Temptation Island op onze vaderlandse beeldbuis. Daarnaast is Fabiola bekend als zangeres. Dus ik ga letterlijk een verleider naar Stefan toesturen. En zij gaat hem meevragen op date. Volgende idee is dat ik die twee op de foto zet. En die foto die ga ik doorsturen naar Shownieuws, Boulevard of The Story. En dan gaat het dus uitlekken dat die twee wat hebben. Fabiola en Stefan. Dat is best wel een goede grap. Stefan is inmiddels aangekomen bij zijn bevriende muziekkunstenaar om hier samen te werken aan een nieuwe compositie met als onderwerp collega Giel de Winter. Nee ja, dit keer is Giel de Nul, man. Van Thomas hebben we vorig jaar natuurlijk best wel hard aangepakt. Was het een hit? Ja, was al een soort van hit. Hij is een hockey girl. Hockey girl. 1,6 miljoen views of zo, bizar, maar goed. Ja, dit keer is Giel de Lul. Kijk, wij hebben natuurlijk heel mooi haar, ja. Allebei. Best wel lang, ik heb nu ook lang haar, by the way. Giel heeft nep haar gekocht, dus dat moet er sowieso in. Kledingverslaving, hij is fucking idol. Ik heb wat dingen voor jou klaargezet. Oké. Okay. Dit is wel een soort van een beetje een slaapliedje of zo. Slaapkindje slaap. Je moeder is een aap, je vader is een baviaan. Nou, dat is letterlijk het slaapkindje slaapliedje. In het Brabantse Uden is Giel in zijn private onderkomen zijn kledij voor de komende periode bij elkaar aan het rapen. Zo jongens, okay. Ik ben dus lekker mijn tas aan het inpakken, want ik ga natuurlijk even verhuizen. Ik ga morgen naar mijn schuiladres toe. Ik ben mijn spullen aan het inpakken. Weer lekker zwart jongens, huppatee. Ik kreeg net het idee dat ik misschien, ik heb een hoge drugspuit hier. Die neem ik ook mee, gewoon als pure zelfverdediger, weet je wel. Jawel, de tas is gepakt. Giel en Thomas zijn klaar om morgenochtend naar hun nieuwe uitvalsbasis te vertrekken. Maar team Stefan is voorlopig nog niet gereed. Hij is druk bezig om tot een nieuw muzikaal hoogtepunt te geraken. En toevallig ben je stinkend rijk. Je trekt je hele team door het slijk. Die eerste vier zinnen moeten... Die zijn kut, ja. Ik zeg het nu recht voor ze raap, want jij nijdt zelfs je beste maat. En qua muziek heb je echt geen smaak. Net als Thomas altijd... Net als Thomas altijd uit de maat. Dit is gewoon... Uit de maat. Maar als Thomas altijd uit de maat. Slaap lekker! Hey, dat is echt heel goed. Oké, nou, dat was dat dan. Het is weer gelukt. Helemaal top. Het is laat en we gaan nu nog beelden voor die clip schieten. De opname staat erop. Maar bij een nieuwe compositie hoort heden ten dagen natuurlijk ook een videoclip. De eerste dag, we zijn gelijk keihard begonnen met een diss track clip. Alles weer heerlijk. Slaap, Gieltje, slaap. Je moeder is een aap. Je vader is... Terwijl Stefan tot in de late uurtjes progressie maakt, loopt de eerste dag van de prankoorlog ten einde. Goed, dit was prankoorlog dag 1. Mijn clip is voor de helft af. Morgen gaan we het verder afmaken. En dan gaan we hem uitbrengen. Dan gaan we Giel's reactie zien. En dan gaan we nog andere dingen doen. En we gaan het allemaal zien. Maar voor nu... Slaap lekker. Er zijn nog weinig slachtoffers. Maar daar zal vandaag vast en zeker verandering in komen. Team Thomas staat op het punt om te vertrekken naar zijn uitvalsbasis. Ik heb al mijn spullen verzameld. En nu kunnen we naar mijn schuilplaats. Ik ben zeer benieuwd. Jongens, ik ben onderweg naar Jochem. Ik ga hem ophalen. Hij hoort natuurlijk bij Team Giel. Ik moet de hoofdstad verlaten, dames en heren. En dat doet pijn. Hey, maat! Ik ga me weer. Zin in? Nee. Jawel. Nee, ik ook niet. Ja, ik heb er wel zin in. Het is hartstikke leuk dat wij in deze auto alles gaan doen. Ja. Maar ik vertrouw het niet. Nee, dat lijkt me heel verstandig. Dus ik dacht, we gaan overstappen op een andere auto. Betere. Nou, nee. Heb je al iets gefixt? Betere weet ik niet.
Omdat Giel bang is dat zijn automobiel wederom slachtoffer wordt in deze oorlog, heeft hij besloten om via de markten op de digitale snelweg een vervangend voertuig op de kop te tikken. Maar of dat nou zo'n goed idee is... Pik, als ik naar Culemborg moet rijden met deze auto, dan gaat hij niet eens trekken, joh. Oh, hij is open. Ja, nou, even kijken hoe die ruikt. Oh, wat ruikt hij toch? Tering, goor. Alles om maar niet gevonden te worden. Mooi, hier, kijk. Even raampjes gaan open. Oh. Terwijl Giel zijn aankoop bevestigt, komt team Stefan ook uit de veren en vervolgt zijn werkzaamheden op de zogenaamde diss-track voor Giel. Goedemorgen. We zijn op de boerderij, zoals je kan zien. Hey, en we gaan het tweede deel van de clip schieten. Slaap, Grieltje, slaap. Je moeder is een aap. Oké, okay, het zit erop. De clip is klaar. Daar kunnen we niks meer aan veranderen nu. We gaan een talpa en dan gaan we de clip editen. De ballen. Thomas komt ondertussen aan bij zijn persoonlijke schuilplaats tijdens deze prankoorlog. En ontmoet hier vriend en cameraman Rico. Hey Rico. Ze gaan weer. Wat een ellende. Koeien. We zitten bij de koeien. Dit is dan niet oké, okay, man. Dit is mijn huisje. Dit is mijn schuilkelder. Best het je huis. De badkamer. Douche. Nou, ik heb een hele planning zitten maken. Allemaal dingen, pranks bedacht. Per dag wat we kunnen doen. Er moet nog een hoop geregeld worden. Oké. Ik heb mijn zelfverdedigingswapen bij me. Klinkt heel kinderachtig, maar het werkt heus wel. Thomas besluit om allereerst een verkennende missie uit te voeren achter de vijandelijke linies. Ik heb helemaal geen plan, ik moet gewoon de boel verkennen. Ik moet gewoon kijken wat de opties zijn. Is het beveiligd? Hoe ziet zijn territorium eruit? En onderweg naar het onderkomen van Giel maakt Thomas nog een korte stop om munitie in te slaan. Zijn we bij de bouwmarkt? Gaan we even wat voorbereidingen treffen. Stefan arriveert op het productiekantoor van Stuk TV. Om te beginnen aan de montage van de zogenaamde videoclip. Ik denk dat we sowieso aan het begin gewoon een soort lelijke infade moeten doen. Gewoon een infade vanuit zwart. Het klopt helemaal niks van. En terwijl Stefan druk bezig is met het knip- en plakwerk, komt Thomas aan bij de schuilplaats van Giel om deze te inspecteren. Maar Giel is zelf nergens te bekennen. Goeiedag, ik ben op zoek naar het huisje van Giel. Is Giel er al geweest, of niet? En Nick! Oh ja. Jij zei dus eerder in het huis van Giel dan Giel zelf. Maar hij is hier nog niet geweest. Het zijn twee sleutels, dus één sleutel neem ik sowieso mee. Daar kan ik altijd naar binnen. En we gaan zo meteen even het boel hier versieren, dat hij weet dat ik ben geweest. Maar eerst appeltaartje. Dankjewel Giel voor de appeltaart. Op een volle maag besluit Thomas om zijn territorium hier direct af te bakenen. Mooi afzetlint, de kleur rood van team Thomas. Ik geef nu al aan, ik heb dit terrein veroverd. Ik denk dat we nu wel moeten gaan. Ik heb zo'n gevoel dat Giel elk moment hier kan zijn. En ik wil niet meer helpen opruimen. Giel heeft zichzelf omgedoopt tot de koning van de prankoorlog. En daar hoort natuurlijk een passende outfit bij. Hé, koning Giel moet er zijn. Nou, en ik dacht, Jochem, jij bent mijn grote vriend. Dit past bij jou, dit is jouw pakje. Dat doe je niet aan. Jawel, dat doe je wel aan. Kijk, en ik ga er in plaats van die jas bij, heb ik elke keer dit. Nee. Want het moet voor eens en altijd duidelijk zijn wie deze prankoorlog gaat winnen. Dit is toch top, Jochem? Ja, het ziet er helemaal... Nou, jij je pakje nog aan. Oké, en dan foto's schieten. Foto's schieten. Oké, de foto's gaan wij naar een bepaalde drukker sturen. En dan hebben wij straks... Hele mooie plaatje van ons. Stefan is op het productiekantoor druk bezig om voorbereidingen te treffen voor de komende aanvallen op zijn collega's. Ik heb een vraagje aan jou. Ik wil mijn lieve collega Thomas een allereerste rijles cadeau gaan geven. Kan jij mij daarbij helpen? Natuurlijk kan ik je daarbij helpen. Het is wel kort dag, want ik wil het liefst morgenochtend doen of morgenavond. Laten we 8:30 afspreken. Prima. Helemaal top. Zie ik je morgen. Oké. Okay.
Oké, doei. Ik ga een eerste grap voorbereiden. Nou ja, ik ga hem ook maar meteen doen. En ik begin bij Stefan. Dus ik ga nog niet eerst naar mijn huis. Nee, ik ga gewoon gelijk meteen naar het huisje van Stefan. Die adressen weten we. Dus dat is gewoon top. Zo, wat een scheidaad zeg. Jezus, het is hier heet in deze auto. Zeer voorzichtig benadert koning Giel de vijandelijke basis van team Stefan. Hij is er niet, man. Stefan is er nog niet. Dit is het huisje. Dit meen je niet, hè? Kijk, dit is dus het huis van Steve. Maar hij is nog helemaal niet geweest. Ik ben gewoon eerder in zijn verblijf dan dat hij ooit zei. Giel besluit van de gelegenheid gebruik te maken en probeert bij de eigenaresse van deze woning een extra toegangssleutel te bemachtigen. Koning Giel! Ja, kijk! Oh, kijk! Die mag je gewoon zo lang bijhouden, maar ik wil hem wel weer terug. Ja, nee, dat lijkt me logisch. Ja, oh, fijn. Sleutel! Het front verplaatst zich in rap tempo naar team Stefan. Want ook Thomas is onderweg naar Stefan zijn basis. Kijk wat Stefan er is. Dit is heel spannend. Dit is de auto van Giel. Giel is hier bezig. Thomas is hier. Wat doet hij hier? Wat doet Toe hier? Ja, Toe is hier. Ga weg! Je gaat niet tegen koning Giel schieten. Dat doe je niet. Dat kom je door hier. Wat ben jij hier aan het doen? Ik ben niks aan het doen. Ben je al bij je eigen huis geweest, vriend? Hey, langzaam, veilig. Ben je nou allemaal aan het doen? Ik moet toch weten hoe het allemaal in elkaar steekt om goede pranks te kunnen uithalen? Terwijl deze twee figuren het vijandelijk terrein verkennen, zet Stefan zijn digitale muzikale aanval op zijn compaan Giel op scherp. De clip is af. Ik ben er blij mee. Hij is nice geworden, hij is gewoon grappig. Het is geen kunstwerk. Dus die gaat vanavond online en nu ga ik lekker naar mijn huisje toe. Dus let's go, we zijn klaar. Later guys. Een theetje. Hopelijk is er niks met mijn auto gebeurd. Oh, dat denk ik ook echt nu pas aan. Hopelijk is er niks met mijn auto gebeurd. Er bevindt zich al meer dan 24 uur een door Giel geplaatste tracker onder de auto's van zowel Thomas als Stefan. En beide partijen hebben nog niets door. Koning Giel hoeft zich voorlopig nergens zorgen over te maken. Ja, Giel die heeft gewoon letterlijk alles, maar dan ook echt alles onder controle. Maar geen tijd om lang stil te zitten. Want Giel wil een welkomstcomité voor Stefan organiseren. Ik vertrouw er gewoon echt helemaal geen reet van. We hebben die sleutels gekregen van Giel, dus er is sowieso iets fucked ups met het huisje aan de hand. Dat kan niet anders. Of dat er gewoon niks is, dat er gewoon geen stroom, geen bed, geen water, gewoon echt niks gewoon. Dat zie ik hem ook nog wel doen, ik weet het niet. Kom maar jongens, ja lekker. Oh, lekker. Woe, lekker! Lekker eten! Dit is zo kut. Ja, dit is fucking kut, man. Kom je in je huisje, is je hele huisje vol met schapen. Wat is het? Die hele keuken zit vol met schapen. Die hele keuken. Oh, die hele keuken zit vol met poep. Ik denk dat het daar is. My crib. This is my crib. Have a look inside, man. Wat is, ik weet niet eens waar de... Ja. Hey, ik wist het. Hoe is het? Ik heb een huiswandeling voor je georganiseerd. Is dit serieus mijn huisje? Oké, welkom op de boerderij. Het meurt hier fucking erg. Hoe lang zit je hier al op mij te wachten? Nou, die schapen zitten nu hier al, denk ik, 3 uur. Jezus Christus. Het stinkt hier naar kak. In mijn bed stinkt het ook naar kak. Gelukkig heb ik vanavond een district voor je. Nee. Waar ga je heen? Time to leave.
Giel, opruimen. Kom maar even. Nee, je hoeft niet nu al weg, toch? Ik weet niet of de bedoeling is, jongens, maar dit was niet de afspraak, hè? Ik wist het ook niet, ik kom net aan. Hey, Stijn, goeie! Ja. Ik kan echt niet, jongens, kom op. Nee, ik ben het helemaal met je eens, maar ik denk, dit was niet mijn idee. Ik wist het niet. Dat kan mij niet schelen wie zijn idee is. Nee, dat snap ik. Het lijkt erop dat Stefan bij het betreden van zijn nieuwe onderkomen direct een buurruzie ontketent. Hoe dat afloopt, kunt u volgende week aanschouwen. Rest mij u te verzoeken een kamp te kiezen in deze prankoorlog. Laat op uw favoriete social media kanaal een uiting achter met de hashtag Team Giel, Team Thomas of Team Stefan. Wie wordt er de absolute koning van deze aflevering? Dat ziet u de volgende keer. Hey Stijn, doe je! Hij hoeft niet tegen mij boos te worden. Stijn, doe nu! Wat is dit? Nee, dit kan ik echt niet. Wat is dit? Boom. Dit trek Giel. Kut. Dat kun je weten.